Voordat mijn vader een struik werd, was hij banketbakker. Op een avond nam hij me bij zich op schoot. En zei dat de mensen geen gebakjes meer kochten. Het ging niet goed met ons land. In het zuiden waren gevechten aan de gang tussen de ene en de andere. Mijn oma zou een poosje bij mijn huis komen wonen. Je gaat niet alleen, zei mijn oma. Dat hebben ze me beloofd. Je moet er zo snel mogelijk heen, zei mijn oma. En overmorgen vertrekt er een bus.